Universum bestaat uit ruimte met daarin materie. Het spul te kunnen zien en kunnen aanraken. De wereld om ons heen bestaat uit atomen. Atomen vullen het universum in de vorm van planeten, sterren en complete sterrenstelsels. Maar er is meer. Overal in het universum zweven mysterieuze, onzichtbare deeltjes. We noemen het donkere materie. En niemand weet wat het is. Maar als we het niet kunnen zien, hoe weten we dan dat het bestaat? Dit is een sterrenstelsel. Een verzameling van zo'n 100 miljard sterren. De zwaartekracht van al die sterren zorgt ervoor dat ze allemaal rond het middelpunt draaien als een astronomische draaikolk. Dit is echt astronomisch groot. Om van de ene kant naar de andere kant te reizen, ben je zelfs met de allersnelste raket miljarden jaren onderweg. We denken te weten hoe zwaartekracht op dit soort astronomische afstanden werkt. De banen van planeten en sterren worden beschreven met de wetten van Kepler. Daarmee kunnen we precies uitrekenen hoe snel sterren in een sterrenstelsel bewegen. Dat blijkt af te hangen van het totale gewicht van het sterrenstelsel, oftewel hoeveel massa het sterrenstelsel heeft. En die massa kun je uitrekenen door de massa van alle planeten en sterren in een sterrenstelsel bij elkaar op te tellen. De snelheid waarmee een ster beweegt blijkt ook af te hangen van hoe dicht het bij het middelpunt van een sterrenstelsel zich bevindt. Deze grafiek toont de snelheid waarmee sterren bewegen in een sterrenstelsel genaamd Triangulum. Van links naar rechts staat de afstand van een ster tot aan het centrum van het sterrenstelsel. Van beneden naar boven staat de snelheid waarmee de ster beweegt. We kunnen die afstand en snelheid voor heel veel sterren meten en dan kun je een grafiek maken. We verwachten dat je dan deze grijze gestippelde lijn krijgt. Heel dicht bij het centrum draaien de sterren kleine rondjes en bewegen daarom langzaam. Iets verder van het centrum af bewegen ze sneller. Maar nog verder weg bewegen ze juist weer langzamer. Maar als we de metingen doen, dan zien we dat we een hele andere lijn krijgen. Deze lijn. Hoe kan dat? Klopt onze kennis van zwaartekracht niet? Dat zou raar zijn, aangezien we de wetten van zwaartekracht overal in de sterren kunnen terugzien en vrijwel overal lijkt het precies te kloppen. Maar misschien niet op dit soort afstanden? Dan zouden we de wetten van zwaartekracht moeten herschrijven. Of het kan ook zijn dat we een verkeerde aanname hebben gemaakt. Namelijk dat we denken te weten hoeveel massa er in een sterrenstelsel zit. We zien sterren en we kunnen schatten hoeveel planeten erbij horen. Maar misschien is er nog veel meer dat we helemaal niet kunnen zien. Als we aannemen dat er heel veel onzichtbare massa rondzweeft, dan zouden sterren veel sneller bewegen. En inderdaad, als dit sterrenstelsel 5 keer zwaarder is dan wij denken, dan zouden we precies op deze lijn uitkomen. Die onzichtbare massa, dat noemen we donkere materie. Maar wat is donkere materie dan? Als we alle sterren en planeten uit het sterrenstelsel zouden halen, dan blijft er 1 grote donkere massa over. Waar bestaat dat uit? Zouden het pulsars zijn? Of misschien zwarte gaten? Die zijn immers bijna onzichtbaar. Maar niet helemaal. Pulsars zenden radiogolven uit. Aan de hand daarvan kunnen we schatten hoeveel pulsars er zijn. Er zijn bij lange na niet genoeg pulsars om donkere materie te kunnen verklaren. En zwarte gaten vervormen de ruimte waardoor ze als een lens werken. Dat heet een gravitatielens.
Zo'n gravitatielens kan het licht van een verre ster uitvergroten, net als bij een telescoop of verrekijker. Aan de hand daarvan kunnen we schatten hoeveel zwarte gaten er zijn. Er zijn bij lange na niet genoeg zwarte gaten om donkere materie te kunnen verklaren. Wat is het dan wel? Er is dus heel veel spul in het universum dat we niet zien, maar wel zwaartekracht heeft. We zien het niet alleen in sterrenstelsels, maar we zien het ook aan de manier waarop sterrenstelsels ten opzichte van elkaar bewegen. En sterrenstelsels kunnen gravitatielenzen zijn. Hier zien we een cluster van sterrenstelsels en je ziet curves van licht die daar omheen lopen. Dat zijn sterrenstelsels die ver achter het cluster liggen en waarvan het licht wordt afgebogen door de zwaartekracht van het cluster. Uit dit plaatje kunnen we uitrekenen wat de totale massa is van de sterrenstelsels in dit cluster. En ook daar blijkt dat er heel veel massa onzichtbaar is. Maar ook als we het universum proberen te simuleren en de structuren die we zien proberen te reproduceren, blijkt dat er veel meer massa nodig is dan wat we zien. Zo'n 85% van alle massa bestaat uit deze donkere materie. Sterrenkundigen tasten nog in het duister over de vraag wat het is. Misschien zijn het wel deeltjes die we helemaal niet kennen. Dit is een standaard model. Het bevat de deeltjes waaruit alles is opgebouwd. De kern van een atoom bijvoorbeeld bestaat uit neutronen en protonen en die zijn weer opgebouwd uit de quarks. Zo heet die deeltjes nou eenmaal. Dan hebben we de elektronen, muonen en tauonen. Hieronder hebben we de neutrino's. En rechts hebben we de zogenaamde bosonen. Die zorgen ervoor dat deeltjes interactie hebben met elkaar. Voor zover we weten, is alles om ons heen opgebouwd uit deze deeltjes. Inclusief deze milkshake. Dus, waar ergens moeten we zoeken? Nou ja, het lijkt erop dat donkere materie geen interactie heeft met licht. Dan vallen deze deeltjes eigenlijk al af, want die hebben interactie met fotonen. Dat is licht. En dat lijkt donkere materie dus niet te doen. De bosonen zijn ook een slechte kandidaat, want die bestaan maar tijdelijk. Die hebben interactie en daarna zijn ze weer verdwenen. Dan houden we over de neutrino's. Neutrino's zijn deeltjes die nauwelijks een interactie hebben. Als een soort spookdeeltjes gaan ze overal doorheen. Ze komen overal in het universum voor en ze hebben massa. Probleem is alleen, ze hebben bij lange na niet genoeg massa. Dus wat is dan donkere materie? Misschien klopt het standaard model gewoon niet. Misschien ontbreken er wel heel veel deeltjes, omdat we ze niet kunnen zien. We zien donkere materie, omdat het massa heeft en dus ook zwaartekracht. Maar sterrenkundigen kunnen donkere materie niet direct zien. Toch zijn er experimenten die wel proberen om donkere materie direct waar te nemen. Daarbij wordt aangenomen dat donkere materie heel af en toe toch een interactie heeft met een atoomkern. Tot dusverre zonder succes. Wat moeten we hier nou mee? Donkere materie is vooralsnog een concept. Een idee dat sterrenkundigen kunnen gebruiken om hun waarnemingen te laten kloppen met hun modellen. En dat is precies wat sterrenkundigen horen te doen. Onze waarnemingen en modellen worden steeds beter. Misschien ontdekken we dan ooit wat donkere materie nou werkelijk is. Of misschien ontdekken we wel dat het hele concept één grote vergissing was.